En in die tijd, dames en heren, was ik natuurlijk geen uitzondering. Hè? Soms roep ik mijn ikken bij elkaar. Ik heb inmiddels al een aardig reservoir. Als ik dan vraag, hey, welke ik is eigenlijk waar? Roept het hardste ik, mijn ik van 20 jaar. Mijn ik van 20, die denkt in uitroeptekens. In zwart en wit, dwars tegen alles in. Hij vindt gematigd en voorzichtig zijn, water bij de wijn. Hij wil alles of niks en niks ertussenin. Hij vindt dertigers maar burgerlijke zakken. Liever langharig dan kortzichtig, weet je wel. Zo wat, hij is te vies om beet te pakken. Hij zit tenminste een stuk relaxter in zijn vel. Hey, en later, hij was voor hem al lang begonnen. Hij heeft genoeg aan hun akoestische gitaar. En dat later zal er trouwens later anders uitzien. For the times are a-changing, reken maar. Kijk, daar zit hij op zijn kamer met zijn vrienden. Hij heeft die middag alle platenzaken afgezocht. En voor het geld wat hij op zaterdag verdiend heeft, heeft hij de nieuwste van Bob Dylan net gekocht. Kijk, ze drinken en ze praten over vriendschap. Die zal voor eeuwig zijn, an everlasting song. Ze blijven altijd bij elkaar, zeker weten, reken maar. Yeah. En Dylan zingt, may you stay forever young. En Dylan zingt, may you stay forever young. Een rugzak vol met idealen, dat is mijn ik van 20 jaar. Dat wordt later bakzeil halen, want die zak is veel te zwaar.